Goedendag, mijn naam is Reinier Teurlings van Telemotivatie. De meeste van jullie kennen mij van de trainingen zoals ik ze geef, vaak met heel veel energie. En die energie, daar hou ik van, dat vind ik heerlijk. Maar er zijn ook tijden geweest in het verleden waar ik me af en toe energie verloor. En dat had vaak te maken met dingen die ik moest doen die ik niet zo leuk vond. Of de interactie die ik had met mensen die daar niet mee klikten. En waar lag het dan aan? Tot ik op een gegeven moment 2006 het mooie tool tegenkwam Insights Discovery. Voor velen wel bekend van de vier kleuren. En het is prachtig, want deze tool geeft jou inzicht in wat jouw voorkeurstijl is in communiceren, jouw voorkeurstijl is in gedrag. En dat jouw blik van de waarheid, de werkelijkheid, hoe jij naar de wereld kijkt, niet de enige waarheid is. En dat er anderen zijn die misschien een heel andere blik hebben, een andere manier van beoordelen hebben, maar net zo sterk en krachtig kan zijn. En wat nou als je daar dit prachtige tool krijgt om inzicht te krijgen hoe jij kijkt en hoe anderen kunnen kijken? Voor die tijd kon ik mijn energie verliezen aan mijn boekhouder bijvoorbeeld. Sorry, nogmaals. Maar hij was anders. En ik vond hem soms een beetje pietluttig, te nauwkeurig, objectief, vervelend vragen stellen. Terwijl ik juist graag mijn vrijheid hield en hij vond me waarschijnlijk een beetje chaotisch ADHD'er en begreep niet hoe ik überhaupt dingen voor elkaar kreeg. Totdat je dit gaat begrijpen. Sorry. En er is natuurlijk niet alleen een goede dag, er is ook een keerzijde, een slechte dag. Dat als het gedrag iets te extremer wordt, iets zwaarder wordt, misschien wel simpelweg omdat je niet goed geslapen hebt, omdat je niet lekker in je vel zit, of de interactie niet lekker loopt, dan gaat dat goede gedrag iets te veel van het goede worden. Als je dat kan herkennen en daardoor kan voorkomen dat je die energie verliest, of zelfs kan zorgen dat je die energie niet bij een ander verliest, hoe mooi is het om dan gebruik te maken van zo'n tool als Insights. Ik noem het cadeau van het leven en ik gun het iedereen, want het geeft je de rest van je leven inzicht hoe je je energie kan beheersen en anderen kan helpen. Dus mijn vraag aan jou, gun je het jezelf en wie gun je het nog meer? Ik hoor het graag. Veel plezier.